Heb jij ooit wel eens verstoppertje gespeeld in de meest zoete snoepwereld in Minecraft? Vandaag is dat moment. 100 kijkers! Een heerlijke zoete snoepwereld. En ja, ik moet dus helemaal in mijn eentje gaan zoeken. Dit gaat nog wat worden. Heel veel succes allemaal. Ga lekker verstoppen. Ga je ding doen. Het is zover. Jullie hebben allemaal 10 minuten de tijd om te verstoppen. En dan ga ik jullie zoeken. En dan zijn jullie de klos. Dus ja, je kan wel hier staan. Rennen jongens. Vlucht. Verstop je. Jij moet je ook verstoppen. Al moet ik zeggen, volgens mij is deze man in slaap gevallen. En ik denk niet dat hij nog gaat verstoppen. Goed, dan gaan ze 10 minuten lang verstoppen. En dan ben ik zo meteen bij jullie terug. En ben ik heel benieuwd hoeveel mensen ik ga vinden. Dit gaat nog heel chaotisch worden ook. Goed, jongens, we zijn begonnen. En ik zit al gelijk hier in de achtervolging met die. Want ik zag hem lopen. Jij bent de klos, jongen. Kom maar hier. Kom maar hier. Jij bent af. Je bent helaas af. Is een heel sterk begin dit. Goed, het is nu de bedoeling dat ik heel veel mensen ga vinden. En ik zie letterlijk al mensen op zulke verre plekken. Het een uitroepteken is letterlijk. En ze zitten hierboven. Zitten ze allemaal verstopt. Hé, je bent af. Wat doe je? Je moest je verstoppen niet naar me toe lopen. Zonde weer dit. Goed, laten we beginnen met dit. Wat is het? Wat is het überhaupt? Waar loop ik? Is dit een ijsje die op de grond is? Volgens mij is dit een ijsje die op de grond is gevallen. Heel sneu voor het kindje van wie dit ijsje was. Maar we gaan er toch even in kijken of we iemand hier kunnen vinden. En een klap voor zijn kop kunnen verkopen. Klinkt misschien heel gemeen. Maar ja, jongens, daar hebben ze zich voor aangemeld. Ik heb letterlijk niemand hier binnen gevonden. Niemand in het omgevallen ijsje. Dan gaan we maar even deze winkel in. Hallo? Wat kan je kopen? Oranje bosbessen, condensveen cake, gele appel, Elina soep en een gele wortel. Oh, en ze zijn mensen aan het verschuiven. Oh, er is helemaal niemand. Hele lekkere snoepwinkel en zo. Maar ik kom eigenlijk gewoon mensen vinden en ik wil ze slaan met mijn zwaardje. Dus we gaan even verder kijken. Hoe doen er zoveel mensen mee en heb ik zo weinig mensen nog gevonden? Oh, oh, hier in de kelder. Ik wil echt wel gewoon iemand vinden nu. Ik wil echt wel gewoon op zijn minst één iemand vinden nu. Ja, ik hoor iemand. Ik zag hem. Ik zag hem. Ja, achtervolging. Hier komen jongeman. Hier komen jongeman. Jij bent klaar. Jij bent klaar. Oké, hij gaat nu het bos in. Hij is het bos in gegaan. Dan is hij de klos. Dan is hij de klos. Ja, we hebben hem. En hier zag ik ook gelijk iemand zitten. Die hebben we ook. En we zijn nu ook gewoon echt in het snoepbos. Of in het taartenbos zijn we beland. Sowieso dat hier veel meer mensen nog zitten. 100%. In het taartenbos zitten mensen verstopt, jongens. Laten we even de bomen inklimmen. Of de taartenbomen inklimmen. Zitten hier mensen? Ik zie daar mensen op zitten. Ook op de focusdrinkflesjes. Hier komen, jongens. Hier komen. Jullie zijn de klos. Hoe kom je daarop? Hoe kwamen jullie daarop? Wat is de route? Wat is het geheim? Hoe kom je op dat ijsje? Is het hier naar binnen gaan? Oh, ja. Ja. Oh, nu ben ik erop en dan zijn ze weg. Natuurlijk zijn ze gevlucht. Kijk hem nou rennen gelijk. Mijn volgende target, jongens, is daar op die grote taarter. Al die mensen staan daar lekker naar mij te zwaaien. Ik moet ze nu vinden en een klap geven. De enige taak die ik heb. We gaan naar de taart toe. De grote taart. Hier komen. Alleen de grote vraag is, hoe kom ik daar? Hoe kom ik in de taart? Moet de taart hier opklimmen via de bomen? Oh, wacht. We gaan eerst even dit Oreo-koekje hier pakken. Of komen we dan, daar komen we waarschijnlijk net niet bij. Nee! Ah, we zijn in de taart, jongens. In een regenboogtaart is het ook echt. Die zijn meestal wel lekker. Hier kunnen wij omhoog via scaffolding. Dat doe ik met shift, dat ze mijn naam waarschijnlijk niet zien. Dan ga ik ze laten schrikken. Ze zijn allemaal weg. Oh, nee, nee, er is hier één iemand. Hoe zijn ze allemaal weg? Dat meen je. We gaan even gewoon wat ijsdingetjes in. We gaan even wat zoetigheid plekjes bekijken. Of daar mensen verstopt. Hier zit dus helemaal niemand. Hier zit iemand in. Ik zie hem door de muur. Ik moet hier doorheen zien te komen. Ja, 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 ja. Hij is klaar. Hij is klaar. Hij is klaar. Hij is klaar. Waar ben je? Hij zat in het hoekje hier. Hij zat in het hoekje. Zat hij? Nee. Gaat hij ontsnappen? Nee, toch? Nee, dat geloof ik niet. Hier is hij. Daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Sowieso zitten hier ook nog mensen. Ja, ja, ja. Kom maar hier, jongen. Kom maar hier, jongen. Het spijt me, maar je bent af. Hier zit ook weer iemand. En hier zit natuurlijk ook iemand. Ah, oh, hij gaat reageren. Dat vind ik... Nee, ik vind het niet zielig. Goed, dan hebben we dit koekje hier ook helemaal gelegd. Dan klimmen we even naar beneden en is het tijd om naar de volgende te gaan. Het volgende koekje. Tot nu toe werkt het koekje heel goed voor mij, jongens. Ik vind heel veel mensen in het koekje die je kan klappen. Hier zitten 100% mensen. Hier zitten 100% mensen verstopt. Kan niet anders. Kan niet. Nee, er zit gewoon niemand. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Wat is dit? De snoepwinkel van Contentveen. De Contentveen snoep. Ik wou je bijna slaan, maar dit is een... Oh, er zit iemand in. Oh, yo, er zat iemand in. Wat goed. Wat een goede verstopplek dat die in die... Oh mijn god. Ik had hem bijna niet gezien. Het was dat hij weg ging rennen. De snoepwinkel van Contentveen. Dat vind ik serieus heel leuk. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, we hebben er één. We hebben er weer één. Let's go. Hier zit er nog eentje. Die pakken we ook. Ik zie hier iemand rennen, jongens. We hebben weer iemand. Ja, ja, hier komen, jongen. Hé, wat is dit dan hier? Dit is... Oh, hier kan je ook achter verstoppen. Yo, wat lijp. En het zou leuk zijn als er dan ook
1. Nee, een hoofd hier. Oké, dan ga ik nu wat proberen, jongens. Waar echt heel veel mensen 100% zitten. En dat is via deze ijsvulkaan omhoog. En dan het parcours naar de wolken nemen. Nou, jongens, daar gaan we. Het ijsparcours. Dit wordt me er nog eentje. Oh, mijn god. Kijk hoeveel Kijk hoeveel... Dit bijna iedereen is hier. Vind je het gek dat ik bijna niemand vind? En als ik er net ben, natuurlijk gaan mensen dan naar beneden springen. Oh, ja, had ik echt net op tijd. Oké, laten we proberen ook niet te vallen. Even kijken. Ik moet even de parcoursroute vinden. Maar ja, mensen gaan allemaal, zodra ik al een beetje in de buurt kom, naar beneden springen natuurlijk. Oké, we zijn er. We zijn er. Hallo. Hallo, meneer. Hier komen. Jullie doem is er. Jullie einde is nabij. Spring maar naar beneden. Ja, je bent veel te laat. We gaan parcouren. We gaan de achtervolging in. Jij bent af. We zijn op de wolken, jongens. Achtervolging. Achtervolging. Nee. Oh, dat gaan we helemaal pakken. Dat gaan we helemaal pakken. Ja, Enderman, hier komen. Meneer de Enderman. Je hebt het wel door dat ik het ben. Je hebt het wel door. Oh, je hebt heel veel geluk, Enderman. Ik zie hier namelijk iemand zitten die ik ga pakken. Ik zie hier namelijk iemand zitten die gaan we pakken. Die Enderman gaan we nog wel een keertje pakken. Oh, er waren daar zoveel mensen boven. De Enderman, ik zie hem weer. Zo te zien is iedereen opnieuw naar boven aan het klimmen. Dus laten wij dat ook doen. Gaan we gewoon achter ze aan. We gaan gewoon achter ze aan klimmen. In de hoop dat ze het niet doorhebben. Oké, we zijn er weer, jongens. Ik hou bewust mijn zwaardje in mijn handen. Dat ze misschien niet denken dat ik de zoeker ben, maar gewoon een andere walnut skin. Er zijn genoeg mensen die gewoon walnut skins dragen. Ik hoop dat mensen niet doorhebben dat ik het ben. Jongens, nee, ik ben ook gewoon. Ik ben ook gewoon een verstopper. Ik ben hier ook gewoon om mijn verstopdeel te doen. Ja, goed zo, hè? Hier. Ah, kijk, hij heeft niet door dat ik de zoeker ben. Hij heeft niet door dat ik de zoeker ben. Ik ga doen alsof ik gewoon veilig ben. Ik ga doen alsof ik ook veilig ben. Ik ben geen zoeker. Ik ben geen zoeker, jongens. Dit is trouwens, dit ben ik met een luier om. Ja, jongens, we zijn helemaal veilig, hè? Grapje! Bom, bom. Het is niet veilig, jongens. Ren voor je leven. Ren voor je leven. Het is niet veilig. Oh, dat vond ik heel leuk. Ze vertrouwden me compleet. Ze vertrouwden me compleet. Hier komen. Hier komen. Jou gaan we ook pakken. Jou gaan we ook pakken. Jij kan niet ontsnappen aan mij. Het is helemaal klaar gewoon. Helemaal klaar. Oh jee, ik heb geen zin. Jij kan wel ontsnappen aan mij. We gaan nog een keer de wolk in. Ik vind de wolken leuk. Oké, mijn doel is om naar die wolk daar in de verte te gaan. Daar zijn 100% veel mensen. Ga ik een beetje doen alsof ik om me heen kijk. Een beetje zoeken alsof ik ook een verstopper ben, weet je? Wow! Dat was helemaal niet de bedoeling dat ik dat deed. Maar uiteindelijk had ik hem toch. We gaan shiften met z'n allen. Het is veilig hier. Het is veilig. We zijn veilig, toch? We zijn veilig. We zijn veilig. Of zijn we niet veilig? Hey, kippetje. Oeh, nog 70 verstoppers over, jongens. Nog 70 over. Oké, dat betekent dat het spannend gaat worden. Dan gaat het snel. Dan gaat het nu toch in één keer een stuk sneller. De ice cream shop. Laten we daar even binnen kijken. Je kan hier wel de makers van de map zien. Elina, Bosbes en Joey. Shout-out naar jullie, jongens, voor het maken van deze map. Hij is heel leuk in elkaar gezet. Hey, jongen. Je bent dood. Je bent af. Oké, we gaan even een keertje zo'n focusdrinkflesje helemaal proberen te pakken. Mensen zitten er allemaal in verstopt. Kijk, daar gaat hij al. Daar gaat er eentje. Die is weg. Oké, prima. Maar laten we even kijken of er mensen echt in verstopt zitten nog. Hallo? Is er iemand? Daar is bijvoorbeeld. Kijk, daar is iemand. Maar hoe kom ik daar? Hoe kom ik in dat andere flesje? Hoe kom ik daar, jongens? Hoe zijn jullie daar terechtgekomen? Wacht, laten we eerst het rode flesje maar gewoon even bekijken van binnen. Aardbei, framboos. Zit hier iemand verstopt? Hallo? Ik zit nu letterlijk vast in het flesje, of niet? Zit ik nou vast? Hoe kom ik in die paarse? Ik snap het niet. Volgens mij... Ah, juist. Dat hebben ze even voor me weggehaald. Er is een geheime route hier naartoe, jongens. Hier onderdoor. Oké, dat gaan we even gebruiken. Dat gaan we dus eventjes gebruiken. Nu zijn we in het paarse flesje. We moeten omhoog parcouren. Dan hoop ik dat niemand doorheeft dat ik er ineens ben. Want dan kunnen... Ze zijn waarschijnlijk allemaal weer weg. Ze zijn letterlijk allemaal weg. Oké, jongens, de wereld wordt kleiner op het moment. Zodat er minder plekken komen voor mensen om te verstoppen. Je zal het zo meteen wel zien aan de worldborder die zal verschijnen. Oké, jongens, die wolk daar, die moet ik echt hebben. Die wolk daar is de wolk die ik moet hebben. Alleen ik hoop dat mensen... Nee, mensen springen naar beneden. Jongens, hoezo? Hoezo springen jullie allemaal naar beneden? Ik ben helemaal geen zoeker. Ik ben veilig. Je kan mij vertrouwen. Je kan mij gewoon vertrouwen, jongens. Ik ben helemaal geen zoeker. Ik ben helemaal geen zoeker. Nou, iedereen is letterlijk van de wolk af. Dat vind ik zielig voor mezelf. Ik heb een idee, jongens. Ik heb een idee. Ik ga gewoon in de wolk hier schuilen. En dan komt over 100% over 5 minuten is iedereen hier terug. En dan kom ik omhoog. Ineens ben ik er. Iedereen dood. En ik heb mijn skin layer uitgezet, waardoor ik er zo uitzie. Dus nu denken mensen wel helemaal niet dat ik het ben. Oké, ik ga gewoon stiekem mensen pakken. Ik ga gewoon... Stiekem ga ik mensen proberen te pakken. Vanaf afstandje hier. Vanaf een afstandje. Zonder dat ze het doorhebben. Zonder dat ze het doorhebben. Oké, nu gaan we gewoon over de wolken lopen.
Ik ken je nu lang genoeg, heb ik hier gestaan om mezelf een soort van veilig te stellen. Dat ik het niet ben. Ik ben niet de boosdoener hier, weet je. Je kan mij compleet negeren. Enige nadeel van deze tactiek is dat het nu wel heel lang duurt. Dus ik hoop dat ik hun veiligheid gesteld heb. Dat ze denken, oké, hij is het niet. Dan ga ik hun gewoon proberen te pakken. Is het klaar nu? Ik hoop dat deze robot... Nou, hij heeft me vertrouwen. Weet je wat? Dan ben ik het zat. Dan zijn we het zat. Dan gaan we maar gewoon op moord. Moord. Iedereen moet neer. Iedereen moet af. Dan gaan we het maar zo doen. Dan gaan we gewoon heel massaal... gaan we iedereen neerslaan. Ja, trouwens, verder is deze video wel gewoon echt heel kindvriendelijk, hoor. Vertrouw me maar. En we doen gewoon weer mijn hoofd normaal, zoals dit. Klimmen we de snoep... Hallo, ik ben het. Ik ben het. En je bent af. En jij ook. Oeh. Gaan we dat doen? Nee, ik ga eerst even verder kijken wat ik hier nog meer kan vinden. Ik denk dat ik mensen wel goed heb afgeschrikt van de wolken. Dat is goed, want de wolken zijn echt moeilijk om helemaal elke keer naartoe te klimmen. Dus daar ben ik blij mee. Dat is goed gelukt. Oh, jij zit achter de world border. Valsspeler. Mag niet. Oké, dan klimmen we snel nog één keer omhoog. Want de world border zorgt ervoor dat mensen niet meer naar de wolken toe kunnen. Dus ik wil iedereen daar even nog één keer wegjagen. En dan kunnen we daarna kunnen we gewoon hieronder alles fixen. Dan moeten we wel snel zijn, want de world border gaat het helemaal opslokken hier. Oh, ga ik het redden? Oh nee. Net aan misschien. Oh, de world border is hier. Kijk, hij is dit aan het opslokken allemaal. Oké. Dat betekent dat we dit nu gedaan hebben hier. Als we iedereen naar beneden lokken, kunnen ze niet meer de wolken op. Is het definitief klaar voor de mensen op de wolken? Dat vind ik een hele goeie, vind ik dat. De wolken moeten leeg! De snoepwolken, jongens, zijn niet langer toegestaan. Ze zijn wel toegestaan, maar ik ga ervoor zorgen dat het niet is toegestaan. Voor zorgen dat je er niet meer wil zijn. Maar dan moet ik ook zelf niet naar beneden vallen. Ik moet heel voorzichtig parcouren. Ik ga elke wolk even controleren. In alle wolken kijken. Dan is het tijd om terug naar de snoepjes te gaan. Naar de lollies, naar het ijs beneden. Van de wolken af, dames en heren. Van de wolk af. Allemaal naar beneden springen. Volgens mij... Of is er aan de andere kant ook nog een route? Dat zou ook nog kunnen, hè? Ja, ja, jongens. Ik zit achter jullie. Ik hoop dat jullie hebben het niet door. Nee! Oh, ze waren volgens mij vriendje en vriendin. Nou, vriendje en vriendinnetjes misschien wel heel lief gezegd. Ze waren volgens mij vriendjes. Volgens mij is dit ook nog een route naar boven. Nou, daar kunnen ze misschien ook nu niet meer op. Laten we gewoon nog even de wolken gewoon helemaal leeg gooien. Kijk, ze proberen daar met z'n allen proberen ze het opnieuw te doen. Maar dat kan natuurlijk niet, jongens. Ze kunnen niet opnieuw de wolken op nu. Dat... Oh, daar zit trouwens nog iemand. Oh god, jongens. Ik krijg nu van het team een bericht dat de wolken worden gedespand, volgens mij. Oh god, ik ben heel benieuwd of dat echt gaat gebeuren. Oh, de wolken zijn echt weggehaald. Oh mijn god. Oh, geen wolken meer. De grootste verstopplek van heel dit event. Wat moeten we nu? Wat moeten we toch zonder wolken in het leven? Ja. Jij ook. Vrede is geen optie meer. Ook niet voor jou. Oké, dan is het nu tijd om eindelijk een keer iemand terug te brengen van de dood. We gaan iemand een herkansing geven. Oké, er zijn niet heel veel mensen nog online die dood zijn gegaan. We hebben de McDonald's medewerker. Jij bent net dood gegaan. Ik zei, doe even een leuk dansje en heb je kans om nog een keer een herkansing te krijgen. Wie doet er nou echt een leuk dansje hier? iCookChicken123. Weet je, jij krijgt van mij een herkansing. Je bent een kip met gewoon een leuke outfit aan. iCookChicken, veel plezier met verstoppen. Je krijgt een tweede kans, jongen. Oké, dan gaan wij nu weer verder. Oh! Oh, kijk, ze allemaal naar boven zitten, jongens. Wat doen jullie daar? Wat hebben jullie daar voor meeting met z'n allen? Voor gezellige, gewoon... een fanmeeting daarboven. Ben ik ook uitgenodigd? Ben ik ook uitgenodigd of ben ik niet welkom zoals gewoonlijk? Ik denk niet dat ik welkom ben, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat ik welkom ben. Ja, dat is één. Oké, dat is één. Ja, gaan we ook pakken. Gaan we achtervolgen. Ja, we hebben je. Nee. Wat is dit voor verstopplek dan in de chocoladerivier? Wat willen jullie dat ik doe, jongens? Hoe kom ik daar? Ik wil ook meedoen in de chocoladefabriek. Of rivier. Kijk hoeveel het er ook zijn. Waar is de ingang? Jongens? Teletubbies, vertel het mij. Waar is de ingang van deze chocoladerivier? Hoe kom ik hier beneden? Hoe kom ik hier binnen? Ik wil deel uitmaken van dit groepje mensen. Oh, hier. Ja, gevonden. Iemand heeft het verraden. Ik weet niet wie, maar iemand heeft het verraden. En die... Daardoor is iedereen in de klos. Ze hadden een snitch. En er zijn meerdere ingangen. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Ik dacht dat het iemand was. Hier komen Teletubbies. Ja, jullie zijn af. Hebben we dan ieder... Ja, er zijn meerdere ingangen en uitgangen hier natuurlijk naar binnen. Oh, deze... Ja, jou herken ik ook met je rode walnut skin. En jij bent ook af. Jullie zijn allebei af. Ik ben benieuwd hoeveel verstoppers er nog zijn, jongens. Ik ben echt... Oh, hier is de border ook gelijk. Oh, oké. Nou, dit vind ik flauw dat je nou boven me gaat staan. Dat vind ik heel flauw. Zie je dat, jongens? Zien jullie hem? Hoe ga ik daar komen? Wacht, kijk. Hallo! Oh, jee, kom hier. Ja, je bent af. Wat deed hij? Hij moest gewoon op afstand blijven. Oh, maar hoe... Oh, mijn god, als je daarin terechtkomt... Oh, hier komen. Oh, ik schrik me helemaal kapot. Soms schrik ik me helemaal kapot.
Ik vraag me echt af hoeveel er nog over zijn. Dat vraag ik me af nadat ik deze hier op zijn kop heb getikt. Nee, niet weer een fanmeeting. Nog 40 verstoppers. Ah, nog 40. Oké. Laten we daar even 39 van maken door hem te pakken. Jij bent die gast die net boven... Jij bent die gast die boven op het doel voor mij aan het klooien was. Jij bent het. Ik herken je. Ik herken je. Hoe ga ik bij jou komen? Hoe ga ik daar komen? Ah. Nee, oké, niet op deze manier. Hoe kom jij daar? Ik wil het weten. Ja, gevonden. Route gevonden. Route gespot. Zwaard in handen. Zwaard in handen. Het is tijd voor de achtervolging. De achtervolging is gestart. Ja, daar kom je net niet onderdoor. Dat is nou weer net jammer. Dat is heel jammer. Oké, we gaan die fanmeeting hierboven gaan we weer eens proberen te schorsen. Want het is klaar met die fanmeeting. Ik denk namelijk wat zij gedaan hebben. Is helemaal tot het randje gegaan hier. En dan via dit randje zijn ze zeg maar... Ja, kijk. Woehoe! Hoppakee. Hey, dit is diegene die ik een herkansing heb gegeven. Gaat het waard zijn, jongen, je herkansing? Gaat de herkansing het waard zijn? Hier komen. Hoppakee. Oké, zoals jullie aan de rode muren om ons heen kunnen zien, wordt de worldborder weer een stukje kleiner, waardoor mensen nog minder ruimte hebben om te gaan chillen op locaties. En het voor mij een stukje makkelijker wordt om iedereen te pakken. Zoals deze witte skin hier. Ja, hier zit iemand. Ja, we hebben weer iemand. Oh, en hier zit ook nog iemand in. Dat is ook mooi. En op de boom zit volgens mij ook nog iemand. Ja, daar zit ook nog iemand. En dan nog iemand. Oh, nu gaan we snel. Nu zijn we ineens snel van gang. Ja, ze zitten weer in die stomme stinktaart. Zitten ze ook niet in het ijs hier toevallig gewoon nu? Nee. Ja, jou hebben we. En nee, hier zit niet nog iemand. Er zit hier wel nog iemand boven. Of ja, daar zit hij. Hij zit er nog. Kom maar, waar ga je heen? Hoppakee! De worldborder is wederom aan het krimpen. Want hoe minder het wordt, hoe kleiner de wereld natuurlijk wordt. Ik vraag me ook af hoeveel er eigenlijk nog over is. Ja, ik heb niet geteld. Maar ik gok dat er nog maar, wat zullen het er zijn? 12, 13 of zo inmiddels. Oh, we hebben weer iemand. We hebben weer iemand. Dat is ook helemaal top. Dan gaan we even kijken of we hier weer... Oh, ze zitten gewoon echt het meest in die stinkcake. Dus dan gaan we weer even op. Dit is echt de nieuwe favoriete plek sinds dat de wolken weg zijn. Dus gewoon in deze cake. En er zijn heel veel plekken waar je via het snow volgens mij naar beneden kan. Dus laten we even kijken waar het is. Volgens mij, kijk, dingen zoals... Nee, hier kan je naar beneden. Wie zit hier allemaal verstopt, jongens? En hoe lang houden jullie het nog vol? Ja, we hebben weer iemand. Oh, hij zit hier bovenop. Ik zie hem. Hij zit hier. Daar is hij. Deze. Ja, ik hoorde je. Met je Nederlandse voetbaloutfit. Gaan we hier even de zuurstok opklimmen. Want daar zit er iemand. Volgens mij twee zelfs. Kijk, eentje is gevlucht. Die heeft zijn vriendin achtergelaten, zo te zien. En wat ga jij doen? Ja. Je had eerder weg moeten redden. De tweede is altijd de klos. Kijk of we de eerste nog kunnen vinden. Die moet hier... Ja, daar heb je hem. Wat ga je doen? Ga je rennen? Of, waar gaat hij heen? Waar is hij beland? Hoe is hij die boom opgekomen? Of via de oranje? Via de oranje ga je de boom op. Dan erheen. Dan hierop. Waar ben je? Waar is hij? Oh, hij is hier. Ik zag iemand zitten. Oh, wat zonde van hem. Die blauwe komt er met heel veel geluk. Nou, trouwens, nee, die zit... Wat ga je doen? Waar ga je heen? Hij geeft op. Oh, dat vind ik zo lullig. Ik ga je daar nog niet sparen, maar ik vind het wel echt heel goed. Nog 9 volgens mij, jongens. Ja, de laatste 9. Oké, dat wordt heel spannend. Nog maar 9 mensen. Jongens, dit is het persoon van letterlijk het begin die gewoon in slaap was gevallen. En nu ga je... Oh, nee, ik was aan het klooien met mijn camera. Nee. Nee, waar is hij? Hij is hier. Waarom deed ik dat ook? Ik had hem gewoon gelijk moeten slaan. Als hij er nu mee wegkomt, is het echt mijn eigen schuld. Oh, nee, hij zit hier vast. Hij zit hier opgesloten. Hij zit hier 100% op. Waar ga je heen? Wat ga je doen? Oh, dat vond ik leuk. Dat vond ik echt heel leuk. Ja, daar kon ik op lachen. Dan zouden ze hier misschien verstopt... Kijk, ze kunnen altijd nog op... Yo, natuurlijk zitten ze in de chocoladefabriek. Je hebt daar heel veel inhammetjes waar je verstopt kan zitten. Oh, daar gaan we allemaal even checken. Kijk, allemaal dit soort kleine inhammetjes hier. Dat is een perfecte plek. Daar ben ik nog geen één keer geweest. Er zit hier iemand bovenop. Ik zie hem. Ja, gespot. Gespot, jongen. Kom dan. Kom. Ja, ik heb weer iemand. Ja, oké, dat is goed. Zullen er dan niet nog meer mensen hier tussen de kaarsen zitten? Dat is een goede plek. Denk het niet. Het zijn er nog zes. Ik hoor iemand. Ja, oh, we hebben weer iemand. Oh, oké. Jongens, het is echt nu... Ik ben heel lang telkens niks aan het zeggen. En dat wordt natuurlijk uitgeknipt. Maar ik ben echt lang aan het rondlopen nu al. Om mensen aan het vinden. Nog vijf. Volgens mij zit hier iemand.
Toch, ja, ja. Oh, er zat iemand. Zitten er niet nog meer dan? Wat is dit voor gekke route? Oh, nee, dat was gewoon één iemand. Oké, het gaat goed. Het gaat helemaal goed. Nog vier mensen. Waar, oh, waar zitten jullie? Misschien zien jullie het niet echt door de video, maar het zoeken in je eentje naar zoveel mensen is oprecht echt heel moeilijk. Ze moeten wel in deze cake zitten. Dat moet wel. Toch? Oh mijn god, er zit iemand hier. Oh, wat ben ik blij jou gevonden te hebben. Ik dacht, ik ga nog even één keertje hierheen. Ik had in de chat getypt dat ze goed verstopt zaten. Ik denk, ik loop nog even één keer hier naar beneden. En ja hoor, daar zitten ze. Ja, nog iemand. Nog iemand. Oh, er zijn er nog twee. It's Yuri en Cedar Basile. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Hier komen. Hier komen. Hier komen, hier komen, hier komen. Hier komen, hier komen. Ja, ja, kom, 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 kom. Kom, 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 ik ga je achtervolgen. Ook. Kan ik jou langslaan? Boom! Dat betekent dat It's Yuri de winnaar is. Dat is ineens heel snel gegaan. Dat is ineens echt heel snel gegaan. Wat zeiden ze vroeger ook altijd? Kom, kom, kommetje, kom maar uit je hol. En waar zat je? Waar zat jij? Wacht. Hallo? Hallo. Ben jij het echt? Ik ben het echt. Kan je eens buk, buk, spring, rondje. Ja, goed zo. Hey, je hebt gewoon gewonnen. Waar zat je? Ik wil echt... Ik wil nu weten waar je zat, gewoon. Hier ook. Oh, nee, maar daar ben je later ingekomen, ja, zeker? Ja, ik zat eerst hier. Ja? Wacht, en kan je hier ook onder? Hier natuurlijk. Oh, dit had ik nooit gevonden, dit. Als je hier had gebleven, had ik je ook nooit gevonden. Ja, maar deze zat in de border. Oh, dus daar moest je wel uit. En toen ben je hierheen gegaan? Oh, ja. Wat slim. Je hebt gewonnen. Weet je hoe moeilijk dit was om iedereen te vinden? Hier, je mag de kijkerslachter mag je hebben. Je bent nu officieel gewoon de winnaar. Hey, wacht. We gaan even iedereen hierheen brengen. Wil je wat leuks zeggen voor de video, nu je gewoon de winnaar bent? Ja, ik vond het superleuk. Ja? Ja. Wil je een shout-out doen naar iemand, of...? Ja, naar mijn vriend. Die is vandaag 19 geworden. Nee, en hoe heet hij? Jamie. Shout-out naar jou, Jamie. Goed jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video om gewoon eventjes te kijken als je dat niet hebt gedaan. En nu spreek ik later. Glaasje water, tot de volgende keer.